Oké, ik ben dus imposter, wat eindelijk een goed teken is, want zo vaak word ik niet imposter. Alleen er is één iemand die mij op het spoor is. En ik denk dat jullie wel kunnen raden wie dat is. Dus het is mijn taak om hem of haar zo snel mogelijk uit te schakelen. Gaat het goed komen? Je gaat het zien in deze video. Klik op de duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en veel plezier met het kijken van deze Among Us video. Oh, welkom bij een nieuw Mongoose. Amongoose? Amogus. Amogus. Hey, ik ben ook gewoon imposter in eerste ronde. Samen met Shorts, baby. Let's go. Wat zijn de tasks? Deze. Oké, we hebben gewoon normal imposter skills. Dus we kunnen het licht uitdoen. We kunnen killen, we kunnen venten. En all that kind of shabams. Heel nice. Shorts, let's go. Let's pull some kills. You and me. Ging Link nou de vent in? Volgens mij ging Link de vent in. Ik weet niet of we dat... Hebben we dat niet gezien? Oké, niemand keert blijkbaar omdat Link gewoon openlijk de vent duikt. Maar Link is ook wel de... Link is ook wel de engineer. Oké. Ik hoorde Link maakte net een grap dat hij zei, ik ben imposter, weet je wel. Maar ik zie hem oprecht Link, ja, maar ging hij linksboven, hè? Ja, maar hij stond letterlijk bij iedereen. Dat is toch 100% gewoon, hey, ik ben engineer, kijk me gaan. Ah, oh shit, oké. Okay. Het is short, een grapje. Oké, nee. Oh ja, oké. Ik zag het ook gebeuren, toen dacht ik van, nou, hij kan 100% geen imposter zijn. Het is too ballsy. Nou, want ik zag hem zeg maar naar links lopen en toen was er opeens niemand meer. Dus ik denk, die is sowieso in dat gat gesprongen. Maar ja, als je... Het enige gat waar ik in spreek is die van je moeder. Mijn stem heeft hij ook gewonnen, hoor. Hij zei het. Ik ga je wel eruit stemmen nu, Link. Nu moet je eruit gestemd worden. Het spijt me. Ja. Allemaal zus. Ik ben bang dat Link er nu echt uit gaat komen. Jij bent een Karen. Hij was onze engineer. Wie maakt de fans nu schoon? Gewoon puur omdat Link een pool deed of een gekke opmerking maakt, is hij er nu uit. En I like it a lot. It's very nice. We doen gewoon eventjes deze. Oh, oké. We have to rumble now. Ik ga zo ook even daar lekker staan, want dat doet Puck ook. En dat vind ik wel een mooie. Gaan we Puck killen hier? Ik vind het wel een beetje risky om Puck te killen hier. Kan wel. Oké. Ik ga nog eventjes deze doen, want dat is... Dit is wie ik ben, gast. Ik doe gewoon een task. Look at me go. Bacon boulange. Dan heb ik hier natuurlijk mijn task. Klik. Henry Land heeft hier een task. Oh nee, armor Henry Land. Even het licht uitdoen, zodat iedereen naar links gaat. Want anders zien we straks Henry Land daar liggen. Moeten we niet willen. Nooksie, waarom staat Nooksie hier stil? Ik denk dat ik misschien binnen 8 seconden al snel Nooksie kan killen. Net op tijd. Blijf nou een beetje klauwen van die knappen af. Beken, luister. Sprong Link weer in de vent of... Nee. Ik ben scientist. Oh. Ik heb er niet voor gestudeerd, dus vertrouw niet alles wat ik zeg. Echt, vlak voordat ik op de knop drukte, ging Nooksie dood. Dus ik wil weten wie iedereen is. Ik ben linksboven. Ik was net... Kijk, ik stond net... Bintje, was jij samen met mij naar linksboven gegaan net? Ik was in O2. Ik heb geen idee. Ik ben gewoon... Pinter liep naar O2. Ja, jij liep naar O2. En wie kwam nog meer tegen daarnet bij dat licht? Ik zijn geweest. Ik liep naar rechts, naar buiten. Ja. Jij hebt die hele... Ja, dat kapsel of whatever. Ja, dat hele gedoe, ja. Precies. Ik ben een gamer. Ik heb waarschijnlijk een vermoeden waar Nooksie is gekild. Is jouw talent? Want ik wil gewoon alleen weten... Gamer, dat is mijn talent. Dat heb ik heel vaak geluisterd ook. Daardoor is het omdat jij een hele goede gaming chair hebt, toch? Ja. Nee, ik heb echt nog een paar seconden geleden zag ik Nooksie specimen inlopen. Oké. Ja, aan het woudje. Net toen ik eruit ging. Dus Oké, dus we hebben Binte, ik en Sebastian Kimi die dan linksboven waren. Ik was bij Binge op het einde. Oké, blijft alleen Joost, Rudy en Puck over. Nee, ik was bij Binge op het einde, zei ik net. Ik denk dat het een hele verse is. Admin. Ja, Ryan was al 30 seconden dood, denk ik. Link heeft dus iemand gesaved, hè? He was the guardian angel. Dus, ik zie wel vleugels bij zijn naam staan. Heeft iemand een gedacht van, oh, die is wel... Ik denk, mijn meeste zussen nu op Joost. Ja, Joost. Wacht, sorry, wat is een guardian angel precies? Die als eerste is gekild is, die kan iemand saven. En Link was dat. Ja, dat was Link. Qua placement kom ik inderdaad het meest lullig uit deze ronde. Ik liep in ieder geval bij Labs op het einde. Ik was onderweg naar Link. Waren vier man bij Labs toen Ryan werd gekild ongeveer. Dus het was iemand die rechts zat. En de meeste kunnen endgame voucher van Nooksie. Dus iemand in Labs dingen. We zitten met 7, dus we moeten niet stemmen. Maar ik denk dat... Ja, ik kom deze ronde het meest lullig uit. Ik was alleen, dus ik heb verder niemand gezien. Joost of Puck, denk ik. Nee, ik zou mijn locatie toch niet zo erg verlullen. Ik denk Joost op...
een van de twee kills. Nou moeten we Rudy killen. Dat is de regel. Hij moet nu dood. Hij moet nu dood. Even kijken. Sabotage. Doe wel even zo. Oh, Rudy has to die. That's the rule. The rules are simple. You speak, you lose. Kijk hoor. Ja, als Bintje nou verbecht loopt. Het was echt de meest random ass kill ever. Maar het is fijn. Het is fijn. Jeetje, dat duurde lang. Ik stond echt al een uur lang mijn hand op de taal te houden. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik was net een spesser binnen, dus ik kon niet sneller. Oké, okay, ik heb Rudy tussen lights en comms gevonden. Ik zag Joost met Rudy lopen. Waar? Mij. Wanneer dacht trouwens? Ik tijdens de meltdown. Ja, maar de meltdown was letterlijk vanaf het begin van de game al. Oh. Zeg maar, hij duurde heel lang. Wacht even, Joost. Ik kan mijn pathing wel uitleggen, over... want ik liep inderdaad achter Rudy aan vanuit admin naar rechtsboven. Toen liep hij naar links samen met Bintje. Toen ben ik erachter aangegaan. Daarna toen liepen jullie allemaal naar rechts. Nou, dan ben ik ook maar naar rechts gelopen. Toen ben ik uiteindelijk bij Labs in de buurt geëindigd. Nou, wat ik dus even wilde zeggen is... Rudy ging op een gegeven moment naar beneden toe. Ja. Want toen dacht ik van... Oh, Rudy zal wel denken, Bintje gaat dan naar rechts toe. Dus daar hoef ik er niet achterna. En ja, verder weet ik dus ook niet. Kijk, ik heb die tweede gedaan. Maar wacht, waar lag de body, Sebas? Tussen, zeg maar, net buiten. Light. Ja, daar ben ik... Oh, rechts van Light. Nee, daar ligt onder. Zeg maar echt buiten het gebouw. Rechts... Ja, is buiten het hek. Ja. Oh. Ja, rechts of onder. Oh. Rechts. Maar echt boven de komst. Ook nog een tijd geweest. Boven ja, nee. Ik ben helemaal niet. Ik ben echt net rechts. Maar Puk, jij kwam aan het... Eind, zeg maar toen de meltdown net voorbij was, kwam jij richting de linker... maar laat toch? Laten we wel gewoon... Dus jij komt daar wel vandaan en ik zag Rudy daar ook lopen, dus... Nou, ik kwam daar naartoe gelopen omdat ik dacht, het duurt al heel erg lang. Ja, maar daar van die richting is Rudy ook doodgegaan. Wat? Ik wil geen vingers pointen, maar... Ja, maar nu ben ik even heel verward. Ja, nu doet Puk zo zijn stemmetje op, ja. Ik vind het een beetje sus, moet ik zeggen. Sjors en Bacon, hebben jullie wat gezien? Helemaal niet, ik heb de hele tijd... Nee, ik was een special bitch. Ja, ik snap er ook geen reet meer van, maar mijn water zegt nog steeds Joost. Ja, mijn water zegt ook Joost, dus ik denk dat we moeten wel gaan stemmen nu. Ja, er moet wel gestemd worden. Ik liep dus richting rechts met Bintje, dus hij kan het niet zijn. Ik denk dat Puk het is dan. Ik heb jou nooit gezien. Ik heb alleen... Ja, ik liep echt vlak achter jou, Bintje. Ik liep vlak achter jou. Ik heb alleen Rudy gezien. Nou, ik moet wel zeggen dat we echt van die meesteracteurs... Heb je nou mij gestemd, Bintje, voor Puk? Ik heb... Ja, gaat je niks aan. Ja, maar dat is lame, want dan zeg je dat je Puk stemt en dan stem je op mij. Dat is waar, dat is waardeloos. Fuck off, dat was irritant. Dat was niet eens leuk ook. Het was niet eens stom, want uiteindelijk ging de blame shift ging naar Puk toe. I mean, ik werd er puur uitgestemd omdat Rudy vond dat ik zus was. Ik stond op Vitals toen deze kill werd gemaakt. En toen waren lights uit. Ik dacht, nou, dat kan best wel eens in de buurt van lights zijn gebeurd. En dat was zo. Het was in de buurt van lights. Dan is het Sjors. Waar was dit? In de buurt van lights? Ja, aan welke kant? Nou, het ding is zeg maar... GG. Ik drukte op de knop omdat ik links zag dacht te zien venten. Dus ik weet... Maar ik was vergeten dat we natuurlijk die andere rollen erbij hebben. Oh, ik heb Bacon gestemd, want ik voel me ook niet helemaal. Maar wat? Ik heb keihard voor mezelf gefoutje met die scientist-rol. Ik denk dat het Sjors is. Ja, jullie hebben hem al. Ja, fuck. Ik weet het gewoon. Ik heb het heel erg. Waarom werkt mijn... Is mijn keybind stuk? Nou, hier. Interact. Space werkt ook. Oh, oké. Interessant. Een E-knopje doet het volgens mij niet meer. Mijn E-knopje is ineens stoek. No more E. Now we're using the space then. Gaan we weer. Zijn we weer? Oh, oké. Oh. Wie is er dood? Bacon. Lag in Labs. Bij die voorruimte van Labs. Ja, hij is echt net dood ook. Ik denk, wat is dit? 5 seconden, 10 seconden? Oh, als ik even... Ik zat in mijn keybinds, want mijn E werkte niet eens meer. Dus dat is wel kut, want waarschijnlijk liep de imposter dan volledig voorbij mij om... Waar kwam je vanaf, Joost? Want ik weet misschien... Ja, ik stond dus... Uit schip ben ik naar die rechter antenne gegaan. En daar heb ik echt een goede halve minuut stilgestaan om mijn keybinds te fixen. En toen ben ik Labs ingelopen, heb toen 1 test gedaan bij de raket. Ben toen doorgelopen, toen vond ik de body. Ik heb Bacon met Nuxie achtergelaten. Wow. Goeie even dramatisch effect. Weg, eigenlijk. Nou ja, kijk, het stomme was, omdat ik dus zo lang stil stond, heeft de imposter waarschijnlijk gedacht van, oh, Joost is een andere kant op gelopen en had niet verwacht dat ik nog uiteindelijk Labs in zou gaan. Dat is buiten vision ook, toch? Mm. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van, want ik stond daar stil en waarschijnlijk even gewacht, snap je? Dus door mijn rare actie is het, zeg maar, fout gegaan.
Al zou het een self-report zijn, dan moet Joost super laat hebben gereport. Want ik ben nog van admin naar labs gelopen. Het zou net een niet hele riskante self-report zijn. Dus dat is het niet, denk ik. Laatste die ik daar heb gezien met Bacon was Nooksy. Dus dat is voor mij nu de meest logische. Ja, en ik heb Bacon stond dat bij de dat is dus het probleem. Kluisjes. Mijn scherm stond open, dus ik kon het niet zien. Maar ja, maar de imposter weet dat niet, toch? Dus, Bacon stond bij de kluisjes. En toen ben ik eigenlijk verder gaan met de tags. En toen liep ik eigenlijk al een stukje weg. Dus ik weet niet of ik hem heb achtergelaten met iemand. Nou ja, er was verder niemand in die ruimte. Zeg maar, ik was alleen met de body dan. En er was niemand ook uit labs gelopen via links. Dus de enige manier hoe de imposter weg heeft kunnen gaan is via rechts. Ja, of vent. Anders had ik het moeten zien. Ja, of vent. Er zit geen venta. Ja, nee, daaronder. Ja, bij de kluisjes. En daar stond Nooksy, dus dat had niet gekund. Er is één venta dan. Nooksy heeft hem koud achtergelaten. Hoe durf je? Ja, gewoon koud, hè? Die stemt op mij. Was het Brian? Oké, maar onthoud dit voor de volgende ronde. Gasprijzen zijn hoog. They will remember that. They won't. Oké. Het is inderdaad waar, ze gaan het niet onthouden. One heads. Okay. Ik denk ook dat Nooksy is het vrijwel 100% zeker, want er had niemand anders voorbij kunnen zijn geweest. Maar ik had ook wel even moeten opletten toen ik bij die antenne stond van wie hier allemaal inliep. Want dan had ik een lijstje kunnen maken. Maar ja, fuck it. It's okay. Ik denk dat of ik of Rudy gekild gaat worden omdat we te veel weten. Dus ik ga nu niet naar lights, maar gewoon een beetje hier rechts campen. Ineens werkt mijn E trouwens weer voor Task. What the fuck? Dit was heftig. Wow. Nee, zag jij hetzelfde als wat ik zag? Ik zag het. Ja, het was. Wat is er gaande? Nee. Nou ja, zeg. Langs rennen, het was heel snel. Ryan, je moet zeg maar je mes in je zak houden, hè? Nee, what the fuck? wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Zeg maar, iemand met een bananenschil op zijn hoofd, die schenkt iemand. Oh ja, oké. Ik stem alvast op mezelf. Nee, Ryan, heb je nog iets? Wat? Oh, maar Ryan was gemorfd als mij. Ja? Nee. Nee. Het kan Ryan niet zijn. Ik liep achter Ryan aan. Ja, maar ik heb geen idee wat jullie het over hebben. Dus ik probeer het verhaal in te vullen. Omdat het best wel lang duurt nu. Jij schenkt iemand, Joost. Iemand was gemorfd als mij. Joost schenkt iemand. Nee. En ik zocht Joost. Maar Joost was nergens. Dit was de original Joost. Ik zat in Decontamination in de buis. Dus ik was niet waar jullie waren. Waar is jouw alibi, Joost? Ik was in Decontamination in de buis. Dus niet waar jullie waren. Waar is jouw alibi daarvoor? Dat kan. Ik heb één persoon in labs gezien. Als er niemand anders in labs was, begin ronde. Ik was in labs begin ronde als enige. Er was niemand daar. Impostor. Dat zeg ik net. Er was iemand verkleed als mij die de kill maakte. Oké, dus je was op het laatste moment in daar zo. Ja, ik ben helemaal niet... Waar was de booty even? Want ik heb geen idee waar het verhaal voor gaat. Booty? De booty is in... Links. In de back. Links waarschijnlijk, toch? Ik zag dan Ryan, ik zag Puck. Ja, daar ben ik niet geweest. En ja, Joost. Maar ja, dat zal dus wel shape zijn. Ja, dat was geshaped. Dit waren Ryan en echte Link waren hier, toch? Ja. Okay. Maar wacht even, dat betekent dus dat Rens was er niet? Was de Kimi? Rudy nee, ik kom jullie tegen boven bij Light. Hij was er wel. Met z'n allen. Chips. Jongens, Nooksy, Shorts en Rudy. Wacht, laat Rudy praten. Ik zat op admin tafel, Shorts was later weg. We hebben die comment task de recht van de knop. Nooksy heeft hij niet gegaan en ging meteen linksonder. Dus ook een klein beetje verdacht. Joost was dan waarschijnlijk in labs, want niemand anders zegt dat hij daar was. Ja. Ik zag ook iemand O2 en daarna 5-man electrical. Ik denk dat Nooksy nog steeds het meest veilig is om te stemmen hier. Met de kennis van vorige ronde stem ik op Nooksy. Ik heb geen tijd om mezelf te verdedigen hier. Maar ik kan ook ik ben nog langs Rens. Okay. Oh, ik heb geskipt. What the fuck? Nou ja, dit is een fout eruit. Wow, dit is zo weinig votes, though. Zo. Ik heb geskipt. Dus daar moeten jullie gewoon meteen to the point gaan. We hebben niet heel veel tijd om te overleggen. Ik moet nog steeds naar Specimen toe. Ik was nog niet klaar met mijn task daar. Maar weer in mijn eentje naar Specimen. Kunnen we even kijken. Er zit één iemand aan labs weer. Dus dat is wel een ding. Daar moeten we even rekening mee houden. Ga wel even naar die persoon toe. Ging nou iedereen naar admin table? Oké, er komt als het goed is een hele groep mee. Wat ik wel fijn vind, dus daar wacht ik even op. Aangezien er net één iemand in labs zat. Kijk, ja, top. Oké, gaan we. Dan kan ik gewoon eventjes rustig mijn task doen, zeg maar. Zonder dat de hele mikmak maar weer zit te verdenken. Oh, ze volgen me. Oké, dat is nice. Hey Rudy. Volgens mij was Rudy dan de enige die als enige in labs zat. Maar ze volgen me samen. Dat is oké. Als er nou even iemand met me meeloopt, nu laten ze me alleen. Dat vind ik wel minder. Fix dit. Even regroupen. Oké, dat gaat allemaal goed. Dan mag ik weer naar Electrical. Even download doen. Wordt hopelijk niet gescand door Sebastian Kimmy. Ik zie het wel gebeuren. Deuren gaan ook dicht, zeg maar. Extra sus. Mega kut ook. Wil je dat niet doen? Zal maar niet de deuren open doen. Oké, dank u. Hello. Oh, Sjors is dood. Die heb ik als enige niet gezien ook de hele game. Ik heb maar twee mensen gezien deze hele game. Luister. Nee, we waren ook met Rudy op een gegeven moment. Rudy? Ryan, ik heb zeg maar een beetje een gevoel door onze aanwezigheid dat het een beetje ervoor zorgt dat één persoon geen kills kon maken. Maar wat? Ja, verbaasd. Daarom zijn zo weinig kills gemaakt. Mag ik even iets vragen? Nou, we hebben al één imposter, hè? Niet vergeten. Het is toch fuck?
niet. Nee, ja? Mag ik, wacht, nee. Mag ik even iets vragen? Er waren op een gegeven moment 3 mensen in Specimen, zag ik op Admin. Mm-hmm. Wie waren dit? Ik, Joost en Ryan. Ja, dan, de Polonaise, oké. Okay. Die 3, deze kill dus niet gemaakt. Nee. Ik was er ook trouwens. Ja, we hebben Rudy ook meegenomen. We waren met z'n vieren niks aan het doen. Oh ja, Rudy kwam ook aan. Ik ben de hele tijd rechts bovenin. Ik was eerst op Vitals, toen was zeg maar George nog niet dood. Toen ging ik naar Admin, toen zag ik 3 mensen in Specimen zitten. Toen ging ik weer terug naar Vitals, want was George ineens wel dood. Dus. Rudy, waarom is Puck de imposter? Oh, ja, en het is een beetje afhankelijk van hoe oud de kill is eigenlijk. Want Sebastian Kimi was bij... of Sebastian Kimi, die was rechtsboven bij die alert, zeg maar. Ja. Wij liepen met z'n vieren en volgens mij was er niemand linksboven, anders was hij eerder gefixt. Dus tussen Ryan, Link, Joost en ik. En Sebastian Kimi kan tijdens de, hoe noem je dat, de emergency niet gekilled hebben. Nee. Dus dan blijft Puck over als hij zou killen tijdens de emergency. Wat? Nee! Huh? Maar het kan ook zijn dat Ryan en Link dingen aan het doen zijn die dan grappig zijn en ik niks weet. Nee. Nee, maar luister, we kunnen er wel steeds een beetje van uitgaan dat we met Nooksy wel een goede foto hadden. Nee, denk ik ook wel. Ik denk het niet. Er wordt heel hard geneed, waarom niet? Ik denk Sebastian Kimi met Joost. Nee. Oké, laten we Link niet meer een Link luisteren deze ronde. Dus Sebastian Kimi of Puck. Makes sense. Nee, er is 1 imposter uit, dat was Nooksy. Er is nog maar 1 iemand over en dat is of Kimi of Puck. Ja, ik ben ook weinig mensen tegengekomen. Dat helpt natuurlijk ook niet, hè. Ik ga voor Puck. Ik ga voor Puck. Nee, okay, yes! Kim of Puck? Ik weet het niet. Puck, het is, Kim. Kom voor Sebastian Kimi, alsjeblieft. Rudy Stemmans. Oké, het is fijn. Nee, waarom nou? Ja, ik dacht Puck, omdat hij te snel op Sebastian Kimi ging. Als enige andere optie. Die was de kill. Was het hem? Anders is Puck het. Oh, ja, goeie. Goed kan. Jullie liepen de hele tijd met z'n vieren bij elkaar. Weet je hoe kut dat is? Ja man, Joost is echt een imposter. Dat is echt heel kut. Dat kan je echt niks doen. Ik sluit als het zo zijn. Iedereen liep bij elkaar en ik was Joost. En ik denk, oké, ik kill maar. Ja, en bedankt, hè. Ja, ik snap ook niet dat jullie zo one-hit waren dat jullie dat niet zagen. Dat was deze Among Us video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet niet te liken als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet ook niet te abonneren, zodat je altijd op de hoogte bent van mijn nieuwste video's. En... hiernaast aan mij staan 2 video's. Hierboven een andere Among Us video, vind je vast erg leuk. En hier beneden een video die YouTube helemaal heeft aangeraden speciaal voor jou. Dus die vind jij waarschijnlijk leuk. Klik erop, klik op die bovenste voor meer Among Us. Wat je wilt. Het is jouw leven, jongen. Of meisje. Ja.